vallen. Of wil je dan iets drinken? Dames en heren, welkom op deze bijzondere middag. Het Verhalencafé van Groningen. Met speciaal vanmiddag aandacht voor de geschiedenis van Huize Sint-Franciscus. En vooral voor zuster Adriana, die al zo lang verbonden is aan dit microfoon. Nee, ik heb het niet meegemaakt. Nee? Ik heb hem gekregen van een kraamvrouw van vroeger. Ik weet niet meer wie. Maar die is 104 jaar. Oh, geweldig. En dit heb het laatste. Het kappertje van de laatste baby. Ik heb ermee gekapt en heb schoongemaakt en in de kast gelegd. Nou. Waar is dit? Corset. Ja, ik zeg er een bak. Ja. Daar was het niet in. Dat was het niet. Speculum. En wij is dit? Katheter. Nee. Oh nee, nee, ik zie het. Bekje leeg te zuigen. Dan doen ze het verlies met dat stukje. Niet mijn puntje zit eraan. Ja, nee, ik zag de zandvat niet. Ik dacht even een katheter. Nee hoor. Ja. Dit weet je wel. Dit is katheter. Ik had geen donkere man over, dus een beetje bijgekleurd. Maar in ieder geval, toen was er een feest, een carnaval. En het grootste feest hier is wel onder andere ook met de nonnen natuurlijk. In onder. Zuster Adriana. En feest en feest en een kruiwagen opgehaald. En zuster Adriana erin. En de hele Sint Franciscus door en alle nonnen erachteraan. Er was één grote feest en het was hartstikke leuk. Ja, dat was een goed feest. Ja, een heel groot feest. Heel leuk. En bij prachtig. Nou, zo was onze zoon bijna 10 maand. En die werd apart gebracht door zuster Adriana. Niet op het karretje, maar die bracht hem altijd in de avond. En ik lag daar op de bed. En ze drukte daarop en nog een keer. En dat kwam wel goed los. En, nou, en de baby was hier al jaar. En ik kom hier. Oh, ik zei niet gewoon, die baby zit daar alleen, zo dacht ik dat. Dat ze was er al. Ja. Dus u mag hier naar huis, zei ze. Zei de dokter. Dat heb ik beleefd toch. Wat vreselijk is dat ook zo. Nou. Maar het was ook mooi. En je voetvrouw zou me ook wel. Ja, dat zit ik aan. En dan ligt het babytje tussen mij. Dood. Dat was ja. Dat denk ik nog altijd aan. Dat is verschrikkelijk. Met een losse babytje in me zien. Maar dan heb ik toch wel gezorgd dat ze die toch te zien krijgen. Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was de eerste baby. Wij hadden haar niet. Zo vlug was het. Ze lag nog geen 25 seconden in bed. Ze druk zat er op straat in de ik ga nog even heen in de neus. Nee, de oktoberfest, de lichtweken hier. Ja. En wij hadden op dat moment geen auto, dus een taxi gebeld. Het was me toch mistig. Die man die reed met zijn hoofd buiten de raam. Hier naartoe, we staan hier om 11 uur 's avonds op de stoep. En zegt ze tegen mijn man, gaat u maar weer naar huis, want het is nog lang niet zo ver. Oh. Ja. Ja. Thuis werd natuurlijk heel veel en enthousiast over Huize Sint-Franciscus gesproken. Dat ook zusters die waarschijnlijk nooit, ja, of wij gingen ook heel graag mee als mijn vader hier naartoe moest, even een autoritje. En dan, juist als het naar Sint-Franciscus moest, dan kwam er een van die prachtige zusters, zo mooi uitgedost waren. Die kwamen dan naar de auto en die kregen allemaal wat lekkers. En, dus we gingen heel graag hier naartoe. Maar ik heb ook verschillende zusternamen nog onthouden, zuster Katrien. Ja, zuster Katrien. Ja. Ja, en uw naam had ik onthouden als zuster Adriani, maar het is zuster Adriana. Ja. Ik kwam toen thuis van het werk en mijn vrouw die liep op sokken. Nou, dat was ik niet gewend. Ik zei, wat is er met jou aan de hand? Ze zei, bel jij maar gauw dokter Bob. Ik denk dat er gauw weer zover is. Nou, we hadden toen nog geen telefoon, dus ik even naar de hulp gebeuren.
We hadden nog geen mobieltje of zoiets. Nee. Niks van dat spul. En die gebeld. En dokter Bok, die kwam er in zijn Volkswagen narezen. Dan zegt mevrouw, ik moet nog even mijn schoenen aantrekken. Ah, hij zegt schoenen, hè? Hij zegt, er is geen tijd meer voor. In de auto. Hij zegt, jij komt weer wel na op de scooter. Ik denk, moet ik al, hè? Dat zal nog wel even duren. Ik kom dus hier even later in St. Franciscus binnen. En ze zegt, gefeliciteerd. Moeder en dochter maken het goed. Ja. En ze maken het nog steeds goed. Ja, dokter Den Bok hier binnenkwam, die voordeur opent en dokter riep, zuster, werk aan de winkel. Mevrouw de wal op zakken en Kim komt op zakken achteraan. Ja. Nou, dat was het verhaal. Heb ik dat vergeten? Nee. Nee? Nou, dat is nog niet. De rekening, daar ligt nog een rekening daar. Ja, je ligt van rekening. Ja, 138 gulden, dat was het. Hoeveel? 138 gulden. Ik heb nog dat Dat was in 2016. 13. Nee, dat was 13. Nee, dat was ook in 2016. Nee, maar wanneer heeft u de jurk uitgedaan? In 2017. Ja. Ik was net jaar weg. Toen is dat. 72, ben je dacht? 20 jaar. Nee hoor, nee hoor. Nee. Ja, van hem dat ik de jurk even. Vond je dat het van zij? Ja, je hebt het zelf gewild. Ja, maar omdat het noemen komt er van mensen aan. En deze vond ik het. Het is af en toe niet op de fiets. En dan was hij bij de heer, maar dan keek ze van voren tot de ja. Keek ze na. Ja. Ja, dat vond ik nooit zo leuk. Ja, mijn moeder die is bij. Maar die waren ook eerste klasse mensen. Ja, en dergelijke is dan klaar. Die lagen in de vierde. Tweede klas? Dat wel. Eerste klas lag alleen, tweede klas lag met z'n tweeën. En derde klas met z'n zessen. Ik zeg, man, je hoort thuis in bed. Ja, ze heeft maar 3 keer een bloeding gehad. Gewoon nog net niet in het ziekenhuis. Ja, zuster, maar dat kan ik wel. Ik zeg, ja, maar straks dan valt hij neer. En dan vertelde ze mij, dat wist ik ook niet. Ik ben, weet je, uw voorste stilogen in de straat. Daarachter, ik ben 3 keer moeten rusten, zei ze. Ik denk, ik kom niet meer thuis. En mijn man komt die bellen. En toen denk ik, oh, ik blijf hier maar zitten. Toen heeft ze een poosje op zijn bankje gezeten. En toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb je nooit vergeten, zeg ik. Nee. Ja, die vrouw had een bloeding gehad. Ik zeg, ja, maar je hoort dat hier niet. Ik zeg, doe dat nou, ik laat er geen spijs van. Nee, zei ze. Maar toen ze verder diep, toen was ze natuurlijk dood op. Ja. 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 En je zet op de stommel te dagen, de zaterdag 11 in het geval, de volgende morgen van een huisje bed zitten. Nou, toen moest je minstens 3 dagen liggen en dan mocht je op bed gaan bengelen. En daar een week mocht je dan maar lopen. Ik wist niet wat over kwam. En mijn moeder was doodgebrouwd, want de boot ging naar boven. Dus ik moest een trap op, dan trapte ik als een baas. Dan kom je bij je dochter.